allerlei verschillende vormen van eenbenige squats, om verschillende spieren aan te spreken en om ook de hoeken aan te passen waar nodig, waar niet, en eventueel ook met kilo's erbij. Eerste vorm, eenbenige squat. Lage hoek. Met zit. Tweede vorm is waar we een kussen of een gewicht of eender wat op de bank leggen, zodat de hoek iets groter blijft. En de oefening daardoor ook iets makkelijker. Derde vorm is waar we meer de voorste keten gaan aanspreken door een verhoogje te maken dat eigenlijk als een plank naar beneden gaat. De vorm is ook goed bijvoorbeeld voor mensen die net een enkel blessure hebben opgelopen en waardoor dat kleine hoeken maken in de enkel soms nog pijnlijk kan zijn. Een andere variatie kan zijn met een gewicht erbij. Ja. Oké, zonder gewicht. Tamam. Film 3. Klef? Oké. Oké. Zeer belangrijk om deze spier aan te spannen en ook excentrisch op te houden, op te spannen. Eerste vorm, nu tweede vorm.
over de vorm. Vierde vorm. Derde vorm.